Het is hier overal donker. Het is donker. Je kunt maar niet zien. Ah, kijk, hier heb ik goede licht. Goede lucht. Oké. Okay. Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Vandaag is de dag van het IGN T-Mobile livestream toernooi in die bussen. Je weet waar iedereen het al wat van heeft gehoord. Ik ga er zo meteen heen. Een van de bussen start hier in Eindhoven. Dus dat is helemaal perfect voor mij. Ik ben ook nog super benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Wat ik mee ga maken. Maar dat ga ik allemaal samen met jullie eigenlijk doen. Ik ga jullie meenemen. Een like zou wel super awesome zijn. Ja, en let's fucking go. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar is. Het is regent, het is slecht weer, het is koud. Maar zoals jullie zagen, Buxer is aanbeland bij de bus. Ik sta hier voor, hij is super ziek. Ik zal zo even een stukje van de binnenkant laten zien. Maar ze zijn allemaal bezig met techniek en zo. En ik ben echt van zo'n klojo die dadelijk één stekker eruit trekt en alles verneukt. Dus ik ga mezelf maar niet daarmee bezig houden. Ik kan er ook niks van trouwens. Maar het zal maar niet te veel tot last zijn daar. Maar ook van binnen ziet hij er geweldig uit. Ik ben er net al even in geweest. Ik moet nog 20 minuutjes wachten, een kwartiertje wachten. Dan komt de rest hier ook naartoe. Want natuurlijk, ik stap op in Eindhoven. De rest moest helemaal vanuit de rest van Nederland komen. Dus ik ben fucking benieuwd. Maar het gaat zo beginnen. En let's go! Spannend. Ja. Weet je het niet eens. Ah! Je ziet het niet eens. Scherp, stel scherp. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wat spannend. Ja, ik ben benieuwd of er nou iets gaat gebeuren. Oh, vuurwerk. Oké. Okay. Oh, wacht, ik zou niet zoveel inzoomen. Dat zie je mij ook. Hey joh, het is hier niet zoveel licht. Kan ik hier lichtje? Ja, ja. Kijk, oh, belichting on point. Hoe gaat die andere aan? Tering. Die is kapot, man. Ah. Ja, eentje is genoeg. Wij zitten dus in een andere bus, zoals jullie kunnen zien, want ja, het is hier niet roze. Kijk, we zijn met Jan Zwickel. Hey. Jan, je ziet het. Hier, man. Ik heb ook een lamp. Hier, man. Ja. Oh, kijk, Jan on point. Jan gaat vandaag ook FIFA doen. Ik heb afgelopen weekend, of afgelopen week, natuurlijk COD gedaan. En Jan gaat nu FIFA doen. Maar ik ben nog lang niet aan de beurt. Ik ga gewoon lekker, we kunnen vanaf hier kijken. Ideaal. Iedereen is natuurlijk stil, want ik praat. Vind ik wel heel lief. Zat zo heerlijk akker. Joujou. Ik knap wel iedereen zijn ass te filmen. Misschien voor de 3-0. Oeh, dat is ga ik zo zitten. Ja, we kan je zelf opnemen. Waardoor zeer zwak verdedigen van Busquets. Hallo. Hij pakt hem ook nog. Het is oh ja, mooi ook, man. Nee, je moet je gast geëxposed. Moet je als thumbnail doen, hè? Oh. We zijn wel mooi roze, ouwe. Even over jouw wedstrijd. Ja. Kunnen we zo praten? Zijn we dan niet dat we midden in de uitzending verstoren? Het kan. Ik heb verloren van rol. Compleet onterecht. Koen werd ook helemaal mad. Koen, de FIFA Pro. Koen, jullie kennen hem. Koen. We zijn allebei geowned. Oh, jij bent ook verloren. Ja, ik heb ook verloren. Die vent die scoort één keer. Dan loop ik naar de goal toe. Oh, kut. Maar je wist wel hoe het moest, de bestuur. Ik wist de knopjes, maar voor de rest. Ik schoot alles naar die pro-speler. Ja. Weet je, ik zoek het maar lekker uit daar. Ja, wij speelden de Graafschap, Ik. Dat was misschien niet de beste keuze die we hadden kunnen nemen. Maar wel een leuke keuze. Maar het was wel een leuke keuze. En Rol heeft gewonnen. Rol gefeliciteerd, je bent heel goed. Wacht even, ik heb zo'n standaard rijtje wat je even als je aardig bent moet zeggen. En ik ga nu afkappen, want ik was zo meteen heel boos. Maar dat wil ik natuurlijk niet filmen. Zet snel uit. Oh ja, shit. Tot zo. Ja, dan ga ik even nog wat vette beelden uit de stream zelf laten zien. Zo is hier het interview wanneer ik de bus instap. En vervolgens wat kleine shots uit het potje. Bus 1 is inmiddels de nieuwe speler ingestapt. En dat is Lucky Graaf. Bekend van YouTube. Heel veel FIFA video's. Zeker waar. Ja. En je vertelde mij, ik heb een kleine fout gemaakt deze avond. Ja. De achternamen van Rol en mij lijken natuurlijk ontzettend op elkaar. We zijn geen broers, maar wel nagenoeg beste vrienden. Aartsvijanden als het op FIFA aankomt. En gaan we nu maar eens mooi bewijzen hier in het bussie. Ja, dus geen broers. Wat verwacht jij van vanavond? Hoe ga je het doen, denk je, tegen je collega? Ja, het is natuurlijk tussen Rol en mij altijd gaat tegen elkaar op. Rol over het algemeen de betere speler. Maar vandaag ga ik hem pakken. Zeker aan de hand van Koen hier, onze FIFA Pro.
Ja, we gaan het gewoon doen, man. We gaan het echt doen. Wij, Koen, ik samen als team, ik heb vertrouwen in. Wil je nog iets zeggen tegen al je fans die op dit moment aan het kijken zijn? Tweet even mee, hashtag Team Robbie. Jullie weten dat we het gaan doen. Team Robbie, Team Koen. Easy win, zeg ik. Voeg er even de hashtag 4G Gaming aan toe. En dan zijn we helemaal blij en gelukkig. We gaan even naar bus 2. Jesse, want bij jou is inmiddels ook iemand ingestapt, heb ik begrepen. Klopt dat? Jesse? Er is hier zeker iemand ingestapt. Jij hebt het niet gehoord, Roel, maar er stond net in de andere bus iemand een beetje op te scheppen dat hij wel van je ging winnen. Koen. Ja. Want Robbie kan het haast niet zijn, want dat kan ik me niet voorstellen, want Robbie wint bijna nooit van mij. Fuck you all. Dit moest ik gewoon even laten zien. Vond ik echt helemaal niet lief. Maar je hebt wel gelijk, want ja, ik laat jullie het potje live zien. Commentaar van de legend Jury Mulder. Echt, het was de dream. Let's go. Hij gaat helemaal los. Achterin bij de Graafschap. Bal blind naar voren getrapt. De Graafschap neemt over en het is de Graafschap die weer overneemt. En de corner inzet. Counter inzet. Aan de linkerkant is daar Smeets. Die tikt hem naar binnen. En ja, het is weer de Graafschap met Peters. Kas Peters. Schitterend gespeeld aan de rechterkant. En nu doorkomen over die rechterkant. Nee, en weer verkeerd. Klasse Jury. Pavert. En van de Pavert is het die geweldig uitspeelt via Tesselaar. En daar is het een schitterend doelpunt. Geweldig uitgespeeld. Buitenspel. Het is buitenspel. Evert, jij had er ook moeten zien. Waar is Evert, jongens? Nee, dat is Prupper. Het is een schitterende voorzet. Het is geweldig ingeschoten. Het is bus 1. Die gelijk maakt. Nee, het is 1-0 voor bus 1. Ja, ja. Maar kun je nou gewoon ook even vertellen wat je aan het doen bent? Want jullie drukken overal op. Vrije trap nu voor de Graafschap. Het is Karim Tarvi voor de bezoekende ploeg. En de vrije trap wordt waarschijnlijk lang genomen. Commentaar geven, dat doe ik. Je moet zeggen wat je doet. Nee! Ja, het is een doelpunt! Het is schuld! Jongens hier snappen er niks van. Feindheid van de spelers die hier naast mij zitten. En ook bij bus 2. En het is een schitterende goal! Nee, er is nog één kans. Jongens, alles naar voren. Je moet niet daar blijven staan. Jullie blijven daar staan. Dat doen jullie niet goed. Nee, ja, maar daar staat er nog eentje. Dat is niet goed. Je moet met z'n allen naar voren. Waarom doe je de keeper niet naar voren? Ja, ja, ja. We begonnen zo goed in bus 1. Maar inmiddels staat het 3-3. En dat betekent dat ik wel even wil weten van Gelukkig Graaf. Waar ging je nou mis? Ik weet niet. We kwamen goed 1-0 voor. Je hebt het gezien. En we gaan het uiteindelijk weg. Ik had het gevoel, Jury zat ons wel te trashtalken dat we slechter waren. Maar ik had echt het gevoel dat we beter waren. Ik heb de statistieken nog niet gezien qua schoten en verhoudingen. Ik had echt het gevoel dat we het beter deden, maar we hebben niet gewonnen. Het is drama. We zijn Hi. We zijn aanbeland bij het Olympisch Stadion, hoor ik. Staat die andere bus er al? Ja. Met rol en zo. Iedereen. Kijk uit dat je niet blind wordt, nou. Oh. Jury, deze ja? Kan jou geven. Oh. Hoi. Hey, wacht, kun je even filmen? Ja, komt ie. Wacht dan. Als je erop wil, natuurlijk. Ja. Oh, je kan wel. Ik stap de bus uit, joh. Meteen deze. Hij is niet de mooiste, maar... Ah, dat maakt niet dat is uit. Pak hem uit, jongen, pak hem uit. Dat is zo fijn. Wacht, kun je filmen? Ja, ik film. Ja, ik kan hem niet zo houden, want dat valt niet. Super vet. Hey, thanks, hoor. Wat is je naam? Sam. Dus het is gewoon, ja, jij weet het niet. Het is gewoon mijn logo. Dat is super vet, hè? Ja, ik wil nou wel proeven, hoor. Wacht, hoe gaan we dat doen? Improviseren, man. Ja, daar ben ik goed in. We moeten natuurlijk kijken, we moeten wel even kijken of hij lekker is. Ik ga er samen eten. Ik ben benieuwd. Oh, goed. Dat is vlieger allemaal dingen bij. Van die, hoe heet het? Van dat super spel. Nog een pijn. Nog een pijn, ja. Nee, Tom man, nee. Ja. Hey, Rob. Leuk potje was het, hè? Ik ook niet. Oh, kijk, het kan nog. Kijk, nu is de dingen waar de shit echt op boy komt. Ik loop hier echt gewoon totaal. Hey, Timo! Hey! Nou, Timo, had jij gewonnen? Jij had gewonnen van Jan. 1-0. Het is echt heel erg, want wij staan, Jan en ik, hier als verliezers. Ja, tegen Ro en Timo, de winnaars. We begonnen met een 3-0 voorsprong, onze bus. En volgens mij staan we nu 6-3 achter. Wat hou ik op de finale? Heb je een dik ingemaakt met de Graafschap? Welke lens moet ik nou kijken? Je bent zo. Je bent zo arrogant. Je bent zo slecht. Ongelooflijk! De voorkeur toch uit naar Real. Oh! Ik ga vuur fixen. Via datzelfde netwerk. Dat is het netwerk dat jij ook gebruikt. Gewoon op je mobieltje thuis.
Eindhoven hier naar Amsterdam, het Olympisch Stadion, de andere bus. Oh, ik zit in de auto bij Mr. Timo. En we gaan samen terug naar het mooiste land van de wereld. En dat is het Brabantland. Ja, sowieso. Zo, dat sowieso. Was een goeie. Dat is een hele goeie. Gaat er wel opzetten, zodat we in ieder geval niet van de weg afraken. Het zit er weer op. Uiteindelijk heeft bus 1, dat was mijn bus, slaat dat bus 2, gewonnen. Want Ali B heeft samen met Koentje, Koning Koen, Koning FIFA, zeg het goed? Ja, Koning FIFA. Gewonnen in de finale van Brownie Dutch en een andere pro-speler die ik niet kende. Sorry, shout out naar jou. Dat was de tweede van de wereld, niet de eerste. Oh shit, nee, hij was de tweede van de Benelux. Oh. Maar ik ga weer naar huis en ik sluit deze vlog hier af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Misschien wat korter dan normaal, maar het was gewoon lastig dingen opnemen. Ik wil jullie nog één ding laten sharen. Dat is de oude generatie met de nieuwe generatie. Nou, voetbalcommentatoren. Al doen wij toch FIFA en zij voetbal. Dus hier even shout-out naar je boy, Juri Mulder en Evert ten Napel. Nee, ik zag ook die foto toch? En Rol. Nee. Oh nee, ik sta met je rasker op de foto en Evert ten Napel. Check mijn Instagram en deze kitima. Schaamteloze zelfpromotie. Jongens, wij gaan lekker nog eten bij de Mac. En we moeten heel het eind van Amsterdam weer terug naar Utrecht. En dan moet ik nog naar Breda en dan naar Eindhoven. Voor mij zit de dag er niet op, maar voor jullie de vlog wel. Bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Doe blauw duimpje omhoog. Doei. Oké, dat is heel erg mooi. Oh.